allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In de video van vandaag heb ik mijn haul van januari. Dit zijn alle boeken die ik in januari heb gekocht of binnen heb gekregen. Ik ga niet al te veel vertellen over de boeken zelf, waar ze over gaan. Omdat ik gewoon van sommigen niet echt weet waar ze over gaan. Dus bij sommigen zal ik er misschien een beetje bij vertellen waar het over gaat, maar bij anderen misschien wat minder. Deze boeken liggen trouwens ook niet op volgorde van wanneer ik iets heb gekregen. Omdat ik gewoon niet meer zeker weet wanneer ik wat heb gekregen. Het eerste boek wat ik heb is The Raven Boys van Maggie Stiefvader. En zoals je kunt zien ben ik daarin bezig. Ik ben over de helft. En ik ben zeker van plan om dit boek binnenkort even uit te lezen. Aangezien ik nog bezig ben. Dit boek gaat over Blue. En Blue die heeft waarzegsters in de familie zitten. Maar zij heeft zelf niet die kracht gekregen. Wel is zij iemand die die kracht versterkt. Maar ze heeft er zelf dus niet heel veel aan. Ze heeft van haar moeder te horen gekregen toen haar moeder haar kaarten neerlegde. Dat ze haar ware liefde een kus geeft. En hij vervolgens zal sterven. In dit boek komt ze erachter wie die jongen is. En er zit ook nog een heel ander verhaallijn in. Over leylines. En over nog een andere soort magie. Dus het is veel magie in ieder geval. En het is ook wel een fantasy boek. Maar tot nu toe vind ik het best wel een leuk boek. Omdat het een Engelse fantasy is, is het voor mij soms wat lastig om te lezen. Vandaar dat het ook wel wat langer duurt voordat ik dit boek uit heb. Maar tot nu toe vind ik het wel heel erg leuk. Het volgende boek is een boek die ik in de Bookshelf boekenbox heb gekregen. En dat is namelijk Heks en Jager van Shelby Mahuren. En deze heb ik in mijn januari box gekregen. En ik zal de unboxing even hier zo in het i'tje linken. Mocht je die nog niet gezien hebben. En dit boek gaat over Louise. En zij is een heks. Maar niemand weet dat. En vervolgens komt ze de jager in dit verhaal tegen Reed. En worden ze gedwongen om met elkaar te trouwen. Maar Reed is een heksenjager. En hij weet dus niet dat Louise een heks is. En ze probeert met alle macht ervoor te zorgen dat hij daar niet achter komt. Anders wordt dat haar dood. Ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. Ik was heel erg blij toen ik erachter kwam dat dit boek in de boekenbox kwam. Door de hints wist ik het eigenlijk al wel een beetje. Dus ik ben er zeker heel erg blij mee. En ik hoop deze binnenkort te kunnen lezen. Want ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit verhaal zal uitpakken. Vervolgens komt er een hele stapel met boeken die ik al heb gelezen van mijn haul. Waar ik heel erg blij mee ben. Want dat betekent dat ik niet zo heel veel boeken aan mijn TBR heb toegevoegd. Die al eigenlijk veel te groot is. Dus helemaal toppie. Onthulmen van Tara Maffi. Dit is een novelle tussen deel 5 en deel 6. Deel 5 heb ik ook dit jaar gelezen in januari. En daar vertel ik wat meer over in mijn wrap-up. Mocht je die nog niet gezien hebben, zal ik die ook eventjes linken. En over dit boek vertel ik daar ook wat meer. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze boeken, dan zal ik je eventjes doorverwijzen naar die video. Vervolgens kwam ook Avatar The Last Airbender The Lost Adventures binnen. Dit is een comicboek van de Avatar serie van Nickelodeon. En dit jaar wilde ik wat meer graphic novels gaan lezen. Comics zijn ook graphic novels, dus vandaar ook een comicboek. En ik ben heel erg blij dat ik deze heb gelezen. Nogmaals, mocht je hier zo wat meer over willen weten, zal ik je even verder doorlinken naar de wrap-up die ik heb gefilmd. Maar ik vind het heel erg leuk om deze boeken te lezen naast dat ik de serie heb gekeken. Want ik vond het gewoon zo'n leuke serie. Dus ik kon eigenlijk niet wachten om deze boeken te lezen. En dit is het eerste wat ik heb gelezen. Maar ik ben zeker van plan ook om de andere series te lezen. Vervolgens een graphic novel. En dit is namelijk Saga Volume 1 van Brian K. Logan en Fiona Staples. En dit is een sci-fi graphic novel. En hierin volg je een vrouw en een man die van twee verschillende werelden komen. En die werelden hebben een oorlog tegen elkaar. Dus eigenlijk mogen ze helemaal niet samen gezien worden, samen een relatie hebben. Maar ze hebben dus een kind gekregen samen. Wat een heel probleem is. En ze worden dus achtervolgd.
En er gebeurt van alles in deze eerste volume. En ik ben heel erg benieuwd naar de volgende. Dan vervolgens twee delen in een serie, ook graphic novels, namelijk Heartstopper Volume 1 en Heartstopper Volume 2 van Alice Osman. En deze heb ik ook al beide gelezen. Ik zal je ook eventjes weer doorverwijzen naar de wrap-up die ik heb gefilmd, want daar vertel ik wat meer over deze boeken. Maar in deze boeken volg je Nick en Charlie. En Charlie is al uit als gay, maar Nick weet nog niet zo goed wat hij nou leuk vindt. Meiden of jongens of allebei. En Nick en Charlie ontmoeten elkaar, worden goed bevriend. En dan komen er onzekerheden over de seksualiteit. En volume 2 gaat verder waar volume 1 verder is gebleven. Dus ja, heel erg genoten van deze serie. In mijn vorige video heb ik het ook al een beetje gezegd. Ik denk dat dit een van mijn favoriete series wordt. Sowieso van 2020, dus zeker een aanrader. En dan de laatste twee boeken, ook twee delen in een serie. En dat zijn namelijk Harry Potter en de Vuurbeker en Harry Potter en de Orde van de Fenix. Deel 4 en deel 5 in de Harry Potter serie. En ik heb de rest van de delen al in mijn boekenkast staan. Deze had ik als enige nog nodig, dus ik heb ze maar gewoon gekocht omdat ik dit jaar verder wil met de serie. En ik ben bij deel 3 aangekomen, dus zodra ik die uit heb, heb ik deel 4 en deel 5 natuurlijk nodig om te lezen. Dus ja, deze heb ik gewoon eigenlijk gekocht omdat ik ze niet had. Mijn broer, ik weet niet wat er met hem gebeurde, maar sommige boeken heeft hij gekregen en sommige boeken heeft hij geluisterd. Dus vandaar dat heeft hij niet alle boeken zelf, waardoor ik ze nu ook niet allemaal heb. Dus nu eindelijk wel. Goed, dit waren alle boeken die ik in januari heb gekocht of gekregen. Het zijn er nogal wat, maar ik heb 5 van de 9 al gelezen. Dus ik moet er nog maar 4 lezen, wat ik toch best wel goed vind van mezelf. En aangezien ik in januari 10 boeken heb gelezen, betekent dat dat het ook eigenlijk gewoon goed loopt met dat ik meer boeken wil lezen dan dat ik koop. Dus dat is verder top gegaan. Ik ben alleen niet van plan om in februari en de komende maanden zoveel boeken te kopen. Want dat betekent dat mijn TBR niet heel veel kleiner wordt. En dat is wel iets wat ik in 2020 graag wil doen. Zorgen dat mijn TBR zo klein mogelijk wordt. En dat gaat niet als ik te veel boeken blijf kopen. Heb je in januari ook heel veel boeken gekocht, net zoals ik, of een paar? Laat in de reactie hieronder weten hoeveel het waren. En misschien wil je wel delen welke het zijn. Ik ben namelijk best wel benieuwd. En dan is het alweer het einde van de video. Mocht je deze video leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!